Lieve Boris, lieve collega's van het Kinderpalliatief Centrum in Dattem. Namens het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg hier in Nederland van harte gefeliciteerd met jullie 10-jarig bestaan. Wat een prestatie. Wij volgen jullie al vele jaren en zoals jullie weten stonden jullie ideeën en inzichten aan de wieg van de ontwikkeling van kinderpalliatieve zorg in Nederland. Daarvoor heel veel dank. Dus jullie zijn een groot voorbeeld voor ons. Wij hopen ook de komende jaren op dezelfde constructieve manier met jullie samen te kunnen werken. En nu nog een aantal woorden en felicitaties van mijn collega Eduard Verharen, hoogleraar kinderpalliatieve zorg in Nederland. Gefeliciteerd! Al 10 jaar lang zijn jullie toonaangevend in het geven van kinderpalliatieve zorg en in het doen van belangrijk onderzoek. Mooi moment om daar even bij stil te staan, want ook vanuit Nederland volgen mijn collega's en ik jullie stappen met zeer grote bewondering en zeer veel interesse. Ik hoop dat jullie nog heel lang door zullen gaan met zowel het verrichten van belangrijk onderzoek, waarmee nieuwe kennis wordt gegenereerd, maar tegelijk ook met het doorgaan van het geven van zorg, klinisch en polyklinisch, aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Het is juist die combinatie van kennis maken, kennis genereren en kennis toepassen op het gebied van kinderpalliatieve zorg die jullie zo uniek maakt en zo bewonderenswaardig maakt. Ik hoop dat het huidige team onder leiding van Boris Sernikov nog jaren door mag gaan in het plaveien van de route waar wij als volgelingen graag onze eigen route gaan kiezen. Knap gedaan, ga zo door, geniet van dit jubileum. Tot ziens!